Italië geweest. En Italië was zo'n land dat liep voorop in allerlei culturele ontwikkelingen in die tijd. En hij is teruggegaan naar Spanje. Toen had hij toen, dat was heel erg een aanzien. Dus die is heel rustig daar verder kunnen componeren. En dit stuk ook heeft iets, bijna introvert zou je het kunnen noemen. Soms heb ik wel eens een opmerking dat ik denk dat Spanjaarden, als je hun taal hoort, is die anders dan die van Italië. Dus en misschien kun je het in de muziek horen. Dat gaan we proberen te laten klinken.